Onthulling plaketten bij Duits graf. Met Winterhoornwandeling. Kerst op de Kranenburg. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. In de Tweede Wereldoorlog kwam het Duitse meisje Rosemarie Goldenberg, toen 4 jaar oud, op tragische wijze om het leven. Rosemarie was met haar ouders naar Eibergen gekomen omdat haar vader er als weermachtsmilitair werd ingekwartierd. In 1960 bezochten de ouders van Rosemarie Eibergen om het graf van hun dochtertje aan de Haaksbergseweg te bezoeken. Zij waren verbaasd dat het er zo goed verzorgd bij lag. Riekie Kuiperij uit Eibergen had zich altijd over het kindergrafje ontfermd toen dat leek te verkommeren. Een jaar later bezocht Riekie de familie Goldenberg in Essen en daarna verdwenen Rosemaries verwanten en werden geen contactgegevens meer gevonden. Wilco Kuiperij, actief bij Keep Them Rolling, legt jaarlijks een bloemstuk bij de graven van 2 geallieerde militairen, slechts enkele tientallen meters van waar de kleine Rosemarie rust. Ook haar graf vergeet hij niet. Vorig jaar begon Wilco een crowdfundingactie om een nieuwe grafsteen te bemachtigen. Deze steen staat inmiddels al een half jaar op het grafje. Vorige week zaterdag werd met een klein groepje geïnteresseerden stilgestaan bij de afsluiting van dit project, waarbij burgemeester Joost van Oostrum de nieuwe steen onthulde. Een en ander werd begeleid door de heer Bert Smeenk van het Nationaal Onderduikmuseum Aalten. Namens de familie Kuiperij, die mij gevraagd heeft om voor hen het woord te voeren, wil ik u van harte welkom heten bij de onthulling van het gerestaureerde graf van Rosemarie Goldenberg. Enige tijd geleden liepen Wilco Kuiperij en ik naar een herdenking van de Britse soldaten, dat is aan de overkant. Nog even over de begraafplaats en wees mij op dit graf. Ik ken het graf wel, sumier ook de achtergrond, maar wist niet dat zijn ouders en nu zijn moeder al meer dan 60 jaar dit graf onderhield. Het zag er netjes uit. Alleen wat opviel, de staat van het naamplaat. Dat was melkglas. Wilco zei nog, hier moeten we wat aan doen, want anders is het in een paar jaar in 100 stukjes ligt eronder. Mij werd ook gevraagd als onderzoeker van het Nationaal Onderduikmuseum uit Aalten eens te kijken of er nog familieleden te traceren waren. Want zomaar een graf restaureren is ook niet netjes. Misschien willen ze het helemaal niet. Het onderzoek is nog in volle gang. Geboorte- en overlijdensakten zijn boven water gekomen. Waar ik de archivarissen van het archief Essen in Duitsland en het historisch centrum Overijssel in Zwolle hartelijk dank voor wil zeggen voor hun medewerking. Het rare was wel de achternaam. Dat was geen Goldenburg, maar Goldenberg. Maar het graf is gewoon integraal overgenomen zoals er stond. We hebben er geen letters aan veranderd. Het onderzoek loopt nog en ik hoop dat er nog meer boven water komt. En ik hoop dat 1 archief in Duitsland, wat eigenlijk onnoemelijk tegenwerkt, is gaat meewerken. Dat is wat het onderzoek betreft. Mevrouw Kuiperij en Wilco gevraagd wat de bedoeling was. Wat zien jullie graag gebeuren? Waar kan ik mee helpen? Ja, ze hadden al een plan. Een complete nieuwe grafplaat, dan niet meer van het materiaal van wat het was, want het was te breekbaar en veel te duur. Het woord crowdfunding werd al snel genoemd. Ja, oké. In de omgeving is gevraagd wat kan en wat kan niet. Een gullegever die onbekend wenst te blijven, deed al een grote duit in het zakje met de mededeling: de rest moeten jullie zelf bij elkaar zien te krijgen. Als onderzoeker stond ik hier met een heel dubbel gevoel in. Een ongeluk en verderop in het nazi-rijk het vermoorden van kinderen. Ik heb het gedaan omdat het een kind was. Het waren alle kinderen. Verder hoop ik dat het zusje
of daar nazaten van zich nog eens melden. En misschien zijn er nog mensen, hier, die over, meer weten over het ongeluk, waarbij ook een jongetje betrokken was. Ik hoor dat graag. Dat even ter overdenking voor vanmiddag. En diep respect heb ik voor de familie Kuiperij, die zich ondanks dat het een kind van de vijand was, zich al heel snel na de oorlog ontfermde over dit grafje. Ik wil nu de burgemeester gelegenheid geven om de verdere ceremonie voor te zetten. Mijn grootste dank gaat in eerste plaats uit natuurlijk naar de familie Kuiperij. Ongelooflijk dat u al die tijd dit graf van zo'n jong meisje, voor u onbekend, heeft weten te onderhouden. En eigenlijk altijd de betrokkenheid heeft gehad en eigenlijk nu van generatie op generatie ook het belang van het onderhoud van het graf heeft duidelijk gemaakt door eigenlijk een oproep te doen om samen dit graf te herstellen. Dat is heel mooi. Zeker omdat het ook voor u een onbekend meisje was. Dank ook in de richting van al die anderen dat we vandaag het graf van Rosemie Goldenburg of Goldenberg weer van een nieuwe gedenkplaat kunnen voorzien. Afgelopen zondag vond de traditionele midwinterhoornwandeling rondom Lievelde weer plaats. De organisatie van deze tocht was in handen van kaasboerderij Wening, alwaar men kon starten en kiezen uit verschillende afstanden. De roep van de midwinterhoorn leidde de wandelaars over bijzondere paden en door afwisselend landschap. Op markante punten trof men de blazers aan in de nabijheid van de gezellige en verwarmende vuurkorf. Midwinterhoornblazers blazen traditioneel op de eerste zondag van de advent tot en met drie koningen op hun midwinterhoorns. Hiermee kondigen ze de geboorte van het christenkind aan en verdrijven met het blazen de boze geesten. Deze 11e editie van de midwinterhoorntocht was weer een prachtige wandelroute die door veel sportievelingen werd gelopen. Voor de 22e keer is het kerst op de Kranenburg in het Heilige Beeldenmuseum. Tot en met het weekend van Drie Koningen is er een unieke tentoonstelling opgezet met honderden groepen van Joop Arends uit Zutphen en Riet Rutting uit Vorden, alsmede enkele nieuwe aanwinsten uit de eigen museumcollectie. Riet Rutting is al 20 jaar besmet met het verzamelvirus van kerststallen. Het begon toen zij een mooie houten kerstgroep uit Kevelaar cadeau kreeg. In de jaren erna kreeg zij regelmatig aanvulling via haar man die veel in het buitenland verbleef voor zijn werk en via gezamenlijke vakanties in het buitenland. Nu bezit zij ruim 300 kerstgroepen uit de hele wereld. Joop Arends uit Zutphen verzamelt al wat langer. Zijn belangstelling gaat het meeste uit naar de Heilige Familie, voorstellende Jozef, Maria en het kindje Jezus. Joop heeft een grote verscheidenheid aan groepen. De uitgebreidste groep die Joop bezit is 37-delig. Het Heilige Beeldenmuseum in Kranenburg is iedere dag open van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds. Behalve op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag. Voor de 22e keer hebben we hier een tentoonstelling van allemaal verschillende kerstgroepen. Ieder jaar weer andere. En dit jaar zijn de groepen van mijn vrouw
en mijzelf aan de beurt, want wij verzamelen ze zelf privé ook. En een andere vrijwilliger van het museum, Joop Arends uit Zutphen. Dus in totaal hebben we hier een kleine 300 kerstgroepen staan die dit jaar bekeken kunnen worden. Het is natuurlijk een prachtige activiteit rondom deze kerstdagen om hier op bezoek te komen. Hè. U zegt, dit jaar zijn er een aantal nieuwe kerststallen bijgekomen. Bestaan onder andere voor een hele grote. Waar komt deze vandaan? Die komt uit de inmiddels gesloten kerk van de heilige Martinus uit Wijnbergen bij Doetinchem. Ja, die ging dicht en ja, wat doe je dan met zo'n kerstgroep? Die is geschonken aan ons museum en de mensen uit Wijnbergen kunnen dan hier ook komen om hier te bekijken. En je ziet dat steeds meer kerken dichtgaan, dus wil je het echte kerstgevoel van vroeger nog een keer terugkrijgen, kom dan alsjeblieft hier naar de Kranenburg, want daar kun je dat nog vinden. Ja, ik begrijp dat u eigenlijk een hele grote voorraad heeft. Als u alles uit zou willen stellen, heeft u wel meer kerken nodig, begrijp ik, hè? Ja, we hebben zelf als museum ook enkele honderden kerstgroepen, waarvan we er dit jaar overigens maar 7 laten zien. Dus we kunnen de volgende jaren ook nog weer vooruit. Want mensen willen gewoon ieder jaar wat anders kunnen zien. En niet iedere keer dezelfde kerstgroep, want dan komen ze niet terug. En waarvoor zouden ze dit jaar nu echt hierheen moeten komen? Wat is dit jaar weer wat nieuws? Ja, natuurlijk, de verzameling van ons breidt zich ook ieder jaar weer uit. Niet zo hard meer als vroeger. Maar een mooi voorbeeld is deze bijzondere groep. Dat lijkt wel een heel kerstdorp. Dat is gemaakt of ontworpen door een gravin uit Bolzano in Noord-Italië. En ieder jaar worden er weer een paar nieuwe figuurtjes uitgegeven en toegevoegd, zodat er een heel kerstdorp is ontstaan. Dat inmiddels zo'n 100 verschillende beeldjes stelt. Ja, vorig jaar hadden we het probleem natuurlijk met de corona. Hebben we ook dit jaar weer. Hè? Helaas moesten jullie na 5 dagen alweer sluiten nadat jullie vorig jaar de boel hadden opgezet. Dit jaar heeft u nog bijzondere coronamaatregelingen getroffen in de kerk? Ja, wat alle musea moeten doen. De mensen die hier komen moeten hun QR-code laten zien en zich kunnen identificeren en natuurlijk geen klachten hebben. Voor de rest is het hier in het museum heel goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, want we hebben hier voldoende ruimte, 1-richting verkeer. Dus met een beetje oppassen van iedereen is daar niets aan de hand en kun je dat op je gemak bekijken, mits je niet allemaal tegelijkertijd op tweede kerstdag komt. Dus kom zo vroeg mogelijk of liever na de kerst, want we zijn tot 9 januari open. De Achterhoekse dichter en dominee Willem Sluiter werd geboren in 1627 aan de Nieuwstraat in Neede tegenover de Oude Kerk. Sluiter gaf in een van zijn gedichten het oostelijke deel van onze provincie de naam Achterhoek. Vreemd dat er in zijn geboorteplaats Neede helemaal geen beeld van hem staat. Maar daar komt nu verandering in. Beeldend kunstenaar Anton ter Braak uit Neede heeft de opdracht gekregen om een bronzen beeld van de dichter des Achterhoeks te maken. Goedendag, we zijn hier bij de beeldend kunstenaar Anton ter Braak in Neede. Die wel een hele mooie opdracht geeft. U bent namelijk bezig met een beeld van de Achterhoekse dichter en dominee Willem Sluiter. Ja, klopt. Hoe bent u tot deze opdracht gekomen? Nou, Willem Sluiter, weten sommigen wel, die heeft in Neder gewoond en ook geboren in Neder. En ik heb dus de opdracht gekregen om deze buste te maken, omdat hij juist ook in Neder geboren is. En er is een werkgroep in het leven geroepen, onder leiding van Arend Deideman, die woont hier toevallig in Gelselaar in de buurt. En die werkgroep die tilt deze opdracht van de grond. En toevallig kennen ze mij heel goed als beeldhouwer en ik mocht hiermee bezig gaan. Nou, het is bekend, u als beeldhouwer, u heeft hier prachtig veel beelden staan, dus u zult daarin zeker bekend zijn. Maar als ik dan de mensen vraag, wie is Willem Sluiter? Heel veel mensen weten niet wat Willem Sluiter voor deze omgeving betekend heeft. Klopt. Willem Sluiter is als eerste geweest die het woord Achterhoek geïntroduceerd heeft. Hè. Hij heeft gelopen in de buurt van Eibergen, Neede. En hij heeft dus inderdaad in zijn poëzie en in zijn gedichten allereerst het woord Achterhoek gebruikt. Dus het is eigenlijk een Achterhoeker. En ik zie hem daar in de 17e eeuw al rondlopen. En als je goed kijkt naar het beeld, je mocht het nog niet helemaal bekend maken natuurlijk, maar ik zie hem daar wel lopen in de 17e eeuw. Geniet het van het Achterhoekse landschap. Dan moet je natuurlijk wel even al het asfalt en zo wegdenken. Maar en zo is hij hier geboren, heeft hij hier rondgelopen, maar hij was
predikant, dominee. Hij heeft gepredikt in Eibergen. En later is hij gevlucht naar Zwolle toe. En daar heeft hij ook als dominee, is hij daar werkzaam geweest. En toevallig hangt daar in de grote kerk in Zwolle ook een plaquette van hem. Ook door mij gemaakt. Wat is op dit moment de werkvolger? Hoe komt zo'n beeld tot stand? Ja, kijk, eigenlijk is er maar één goed portret van hem bekend. Kan ik je wel even laten zien. Dit portret is bekend van hem. Gelukkig is er nog een afbeelding van, anders hadden we helemaal niks. Kijk, deze. En aan de hand van dit portret ga ik die buste maken. Dus ik moet eigenlijk van een plat vlak moet ik driedimensionaal maken. Dus ik moet er ook deels nog een beetje bij fantaseren hoe die haardracht bijvoorbeeld aan de achterkant eruit zag. Maar goed, dit geeft al een belangrijke aanwijzing. En het maakt het voor mij ook eigenlijk wel makkelijk, want ik ben heel beperkt tot deze afbeelding. En meer is er niet. Ik werk toen naar de onthulling volgend jaar, 2022, in Neede. 22 maart, ja, onthulling. Samen met de Leeuwerikschool. Die is daar ook bij betrokken. Waar komt dit beeld te staan? Die komt te staan in Neede in de hervormde kerk. Of bij de hervormde kerk, buiten, tegen de buitenmuur aan. Want daar tegenover is Willem Sluiter ook geboren. Dus ja, het is fantastisch dat hij daar in de buurt van zijn geboortehuis, dat hij daar kan staan. Te Braak vindt het een geweldige opdracht. Over 3 maanden wordt het beeld onthuld, maar die tijd heeft Ter Braak ook wel nodig om het beeld af te krijgen. In het buitengebied van Winterswijk schittert de metershoge bierkerstboom in het mooie coulissenlandschap. Het is het werk van Bram en Brit Weerkamp uit Henxel. Vanaf het begin van de coronatijd bracht Bram de lege kratjes niet meer terug naar de winkel en zo verzamelde hij 170 kratten. Hij en zijn zus besloten er vorige week een kerstboom van te bouwen. Het was een middag flink slepen en nog wat extra uurtjes om de kerstverlichting aan te brengen. Na hard werken stond hij er, bijna 4 meter hoog. Wanneer je door het buitengebied van Winterswijk wandelt, kun je hem aan de Ratumseweg bewonderen. Dit was het regiojournaal van deze week en tevens het laatste journaal van dit jaar. Namens alle vrijwilligers van de ZSOM wens ik u hele fijne feestdagen en hoop elkaar, gezond en wel, weer terug te zien in het nieuwe jaar.